Ook hij staat hier met een grote glimlach op zijn gezicht. Vorige week sprak ik je, toen was je boos, teleurgesteld. Dit is revanche. Ja, en we hebben 3 punten binnen. Dus het is alles goed. Alles goed, maar je scoort zelf 2 keer. Ja, mooi. Mooi. Ja, een goede start voor het seizoen, denk ik. Spits met 2 goals. Ja. Ik zag wel wat emotie bij die 1-0. Ja, in de voorbereiding had ik niet gescoord. Ja, het maakt niet uit eigenlijk als je niet scoort in de voorbereiding. Maar ja, in de seizoen maakt het wel uit. Zo, ja, gelijk 3 punten voor het team ook. Toen die penalty kwam, dacht jij gelijk, ik neem hem? Ja, natuurlijk. Vorige week ging hij missen. Ja, maar toen schoot ik hem echt slecht in. Maar nu schoot ik hem echt goed erin, denk ik. Vol zelfvertrouwen? Ja, ja. Geen angst? Nee. En die tweede? Ja, ik liep gewoon goed door, denk ik. En ik dacht dat die bal zou komen. En ja, ik bleef net alert, denk ik. Ja. Nog 14? Ja, en ik hoop dat ik er meer kan maken, ja. Gaat dat lukken? Ik hoop het. Ja, je zit nu vol zelfvertrouwen, nu moet je ja zeggen. Ja, het is nog start van de begin van het seizoen, zo ja, we zullen het wel zien. Je loopt 1-2. Ja. Maar ja, ik hoop dat ik een paar ook kan inknikken voor de volgende wedstrijd. Voor de wedstrijd heb ik je statistieken bekeken. Je had nog nooit gescoord tegen Go Ahead Eagles. Nee. Nee. Dat is ook weer voorbij. Ja, dat is ook weer voorbij. Ja. En nu topscorer deze week? Het is pas begonnen. Het is pas begonnen. Zo, maar ja, misschien kan iemand nog een hat-trick maken. Ja. Denk het niet hoor. Ja, we zullen het zien. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel.